Welkom iedereen, mijn naam is Fabian van het YouTube kanaal De Bos van Mod. En ik ben hier vandaag weer met een nieuwe troll video voor jullie. Ik heb natuurlijk weer gekste shaders aan. Ik zal voor jullie even laten zien welke het is. Dus als het goed is, CUDA V5. Hier staat hij, V5 Ultra. En dat ziet er dus zo mooi uit. Dus laten we maar aan de slag gaan. Shaders zijn natuurlijk leuk, maar het gaat natuurlijk om de trolls. En ik heb al een paar trolls bedacht die we gaan doen. Dus, ik ga ze even laten zien. Oh, game mode 1. Oh ja, en natuurlijk finish. Zo, dan weet niemand dat ik op de server ben en kunnen we goed trollen. Oké, de eerste troll is dit. Ik selecteer een positie. Positie 1. Dit is met World Edit, dit is een plugin. Dit is positie 2. Dan doe ik slash set 51. En dan is er een vuur. Dat is gewoon vuur. Hoe gaaf is dat? Oké, slash undo. Dat gaan we dadelijk goed gebruiken. Oh, we kunnen het al gebruiken. Oké, deze heb ik al flink getrold dus. Ik had nog een paar ideetjes. Oh ja, iemand gaf me nog het idee om Game Mode 3 te gebruiken. Dus laat ik dat even proberen. Wow, ik ga door gebouwen heen. Wow. Holy shit, dit is gek. Dit is gek. Maar wel gaaf. Oh, dat is vet. Dus dat is de spectator modem. En daarmee. Dat wordt gebruikt in games en alles. En dat kan ik nu ook gebruiken in de server. Gaaf. Oké, we gaan weer naar game mode 1. Oké, de shaders, dus de mooie Minecraft animaties, zijn een beetje zwaar voor mijn computer, dus ik crashte net. Dat was niet zo fijn. Ik hoop dat het niet meer gaat gebeuren deze aflevering. In ieder geval, waar was ik? Ik had nog twee andere trolls bedacht. De ene was, oké, ik ben niet bij iemand. Mijn andere idee was nog om iemand een heleboel kippen te gaan spannen. En bijvoorbeeld in een muur of zo gooi ik een heleboel kippen. En die gaan dan allemaal tegen elkaar aanzitten. En door natuurkunde gaan ze dan allemaal, als ik een gat maak in de muur, gaan ze dan ontploffen. En dan vliegen er allemaal kippen het huis in. Dus dat ga ik ook doen. En als laatste ga ik nog als een Ender Dragon disguisen. En een beetje vuurballen overal neergooien. Dus, laten we beginnen. Ik ben hier toevallig bij iemand. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, hij zit in een huis. Dat is perfect. Dan doen we I-166. Dan zetten we dat voor de deur. Dan gaan we nu een kippenspanner maken. Ja, hieronder kan het wel, denk ik. Nee, je kan niet zo goed. Oké, hij denkt nu van, wat de fuck, ik wil opgesloten. Laten we hier er ook eentje voor gooien. En hij denkt al, what the fuck? Oké, nu gaan we een kippenspannen maken. Weet je wat we doen om in zijn dak? Oké, nu sta ik op zijn dak. Trouwens, hele mooie lucht. Oké. Nu gaan we een 1x1 ruimte maken. Oké, wacht even hoor. Ja, hij laadde niet. En dan doen we spam op. Oh nee, wacht, hij moet nog één hoger. Anders spannen de mobs door het huis heen. Dan doe ik hierop power tool. Spam op. Chicken. 10. Ja, oké. En nu. Oké. Nu zijn het al 100. Ja, doe nog maar een paar. Oké. Dak er bovenop. En dan. Oh shit, ik ben vergeten te selecteren. Sussers wand. Oh shit. Oké, perfect. Oké, hier komt ie. Sessie set 0. Wat? In één keer heel zijn huis vol kippen. Oké, nu wil ik nog iets anders doen. Sessie plus 1. Sessie plus 2. Nu komt het vuur hoor, wacht maar. Sessie set. Nee, replace air. Dus de alle lucht met 51. En hij vliegt ook in de fik, dat is het grappige.
Hij zit gewoon in één grote oven. Hij viel door zijn huis heen. Oh, hij kan hier niet uit. Oh, dat is perfect. Dan doe ik hier... Oh, shit. Oké, dit is best wel grappig. Ik wil eigenlijk ook hier beneden wil ik het ook in de fik steken. Dus dan doen we hier selecteren. Hier selecteren. Doen we die... Ja. Oké, dit zetten we ook allemaal in de fik. En spannen ook nog wat kippen erbij, joh, YOLO. Wow! En alles in de fik. Meer kippen. Kippen zijn geweldig. Oké, dit is gaaf. Deze vind ik ook niet zo makkelijk vermoorden. Maar ik heb een idee. 6-6. Replace R met 166. Nu gaat hij dood doordat er nepblokken zijn. Want ik wil af dat hij dood gaat. Want dat is leuk. Yeah. Oh, het zat ook nog eens in de chat. Nice. Oké, nu doen we net alsof er niks gebeurd is. Nee, dit vuur ga ik niet weghalen. Oh jawel, dat kan ik doen. Sessions extinguish. 10. Zie je, nu is niks gebeurd. Nou, doe dit weg. Niks gebeurd. Wauw. Holy koudo. Dat zou ik ook zeggen. Waarschijnlijk niet. Ik gebruik geen koudo. Dit moet ook even snel weghalen. En nu doen we net alsof er niks gebeurd is. Ook heel veel mensen vroegen weer redstone trolls aan. Daar heb ik ook wel zin in. Maar dat gaat nog niet deze aflevering gebeuren, maar in een van de volgende. Oké, dat was zeer goed gelukt. Hij is volgens mij nu weer bezig met een beetje normale dingen. Weet je waar ik wel zin in heb? Ik ga mezelf disguisen als een wither skeleton. En dan ga ik als een wither skeleton een wither spannen in zijn huis. Oké. Dit heb ik ook een keer eerder gedaan, maar die troll heb ik verwijderd. Dus, laten we het doen. Slash disguise. Disguise wither. Skeleton. En dan doe ik slash vanish. Dus nu ben ik een wither skeleton voor iedereen op de server. Nog even een keertje voor de zekerheid trouwens. Oké, perfect. Dan heb ik nog een power tool nodig. Chess power to fireball. En ik wil ook nog een... Ik moet hem even stoppen trouwens, want hij mag me niet zien. Dat is natuurlijk heel raar. Ik ga even op zijn huis staan, dat is het beste. Ik wil ook nog een zwaard. En met dat zwaard doe ik... Even dagger, anders zien we geen ruk. Chess... Ja, slash power to spam op skeleton 3 of zo. Hey, geen regen. Niet in mijn troll video. Er komt geen regen. Oké. En dan nog één ding. Een wither skeleton. Om hem te maken, een echte wither. Dat is een heel eng beest. En er komt nog iets bij. Soul Sand moet er ook nog bij. Oké, ik crashte even. Ik moet weer even de comment opnieuw doen. Slash disguise. Wither skeleton. Oké, hij is nu een beetje bang. Now disguise as a wither skeleton. Unvanish. The wither skeleton. Oké. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En dan doe ik slash knight. En nu is het al super eng, weet je wel. Maar dan ga ik nu nog de wither maken. Voor. Ik moet wel op game mode 1 zijn. En ik moet bij hem in de buurt staan. Kijk, nu maak ik hem super bang en maak ik ook nog een winner. Dus, ta-ta-ta. Oh shit, hij maakt hem kapot. Yes, het is gelukt. Huh? Ik kan niet spannen. Oh, daar is die. En nu ga ik nog een vuurbal op hem. En ik heb een winner gemaakt. In de survival. Kijk dan. Holy shit. Deze winnen maakt het kapot. En weet je wat? Ik ga hem nog erger maken. Ik ga hem disguise als een Ender Dragon.
Oh, waar is die? Hij is dood. Oh, ze denken dat ik niet online ben. Dat is mooi. Komt hij toch terug of wat? Ja, ja, daar is hij. Hij ziet mij als een Ender Dragon nu. En daar is gewoon een Wither. Wow. Ik kan, dit zwaard heeft echt superpowers. Kijk dan, ik kom langs. Dan sla ik hem een paar keer. En dan staan er super veel skeletons. En hij ziet mij nu ook nog. Ik ben dus nu de Ender Dragon die ik zou zijn. Even kijken hoe dit van ver af ziet. Trouwens, ik kan het nog veel gekker maken. Dit is al best wel raar. Maar ik kan ook een pet doen. Dat ik undisguise en vanish. Wow, die was bijna raak. Oké, het gaat echt niet lekker vandaag. Ik ben alleen maar aan het crashen. Game mode 1. Vanish had ik al gedaan. Slash D. Slash kill all wither. Wither? Kill all wither. Werkt het? Ja, het werkte. Oké, perfect. Die Jesper die zit hier zo. Hij heeft al de skeletons vermoord. Vermorzeld. Maar hier komt het engste aan. Namelijk een pet. Dat is een huisdier. En dan doe ik slash pet. Help, want ik weet niet hoe dit allemaal werkt. Oké, slash pet, Ender Dragon. Oh, hier heb ik een Ender Dragon. Perfect. En dan noem ik pet name. Hoe noem ik hem? Ik noem hem troldraak of zo. Nee, ik noem hem gewoon draak. Kijk, zie je nu staat er bovenin. In beeld staat het draak. En dat is deze draak. En doe ik slash pet ride. Nu zit ik erop. En nu moet ik het nog net iets gekker maken. Anders is het geen goede troll. Ik moet zelf. Slash. Vanish. Nu ben ik zichtbaar. Disguise. Disguise. Wither skeleton. Ja, ik ben weer de wither skeleton van net. Oké, okay, perfect. Dus nu ben ik een wither skeleton. Die op een draak zit. En die nu op die yes vooraf gaat. Tam, 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 tam. Dit is echt super gek. Ik ga daar ook even zo langs de spam, want dit is echt te gaaf. Ik zit er veel te ver boven trouwens, dit is echt geglitched. Oké, okay, skeletons. Overal skeletons. Alles wordt kapot. Oh, met space ga je omhoog. Weer wat geleerd. Oké, okay, ik was net even gecrashed. Dat was niet heel gek, want wat die allemaal gaande is, joh. Zo, kijk er onderin hoeveel levens deze wel niet heeft. Oké, okay, ik doe nu even slash kill. Ik ga nu gewoon slash killen, even kijken of dat nog werkt. Slash kill. Jesper. Jesper is een failure. Oh. Oké. Okay. Slash pet remove. Of nee, nee, nee. Ik ga ermee naar de spawn. Slash spawn. Oké, okay, nu ben ik ermee bij de spawn. Slash pet right. Oké, okay, en dan doe ik slash disguise. Wither. Dan ben ik zelf een wither. Die op een Ender Dragon rijdt. Vanish, een vanish, disguise, wither. Oké, okay, nu zit er een wither op een draak. Dit is super gek voor hun. Wow, ik val eraf. Nu ben ik van een wither die hun aanvalt. Wow. Wow, en ik ga weer weg. En ik doe weer slash pet rijdt. Ik doe game mode 1, want ik kan niet dood. Oh, ik viel eraf. Wow, kijk dan hoe majestueus hij eruit ziet. Awesome. Oké, okay, nu heb ik er weer genoeg van. Nou, nee, ik laat hem even rondvliegen. Dus, laten we nog even wat mensen in de fik gaan steken eigenlijk. Dat vind ik wel een goed idee.
Ze proberen mij te slaan, maar ik ben veel te snel. Oké. Laten we even naar random iemand TP en me helemaal gek maken. Don't rage. Perfect. Oh, hij is een hacker. Een hacker? Op de server? Wow! Ik heb een hacker gevonden op de server. Holy shit. Dit is duidelijk een hacker, hij vliegt. Oh, dat geeft me alle bevoegdheid om heel zijn huis en alles op te blazen. Stel, zoals je zet TNT. I, Flint and Steel One. Go, go, go! Dit is het hier zijn huisje. Awesome. Die moet ook kapot. Oh, ik moet even reladen hoor. Oh, hij heeft het overleefd. Meer. We mogen alles in de fik steken, hij is een hacker. Hij was net aan het hacken toch? Dat zagen jullie ook. Dat zagen jullie ook, ja. Wow. Kijk hoe vet het eruit ziet met deze shaders. Even reloaden. Oh, dit staat nog. Wauw. Oké, en nu maken ze ook als de chest kapot en ben we voor hen hacken, denk ik. Dat is wel zo slim. Want hij is en blijft een hacker. En hackers worden sowieso geband. Laten we zijn chest even kapot maken. Heeft hij ook gekke dingen? Even tp naar Don't Rage. Dus, dit doen we om te surfen met hackers. Ta-ta-ta-ta-ta. En nu blazen we ook zijn spullen op. En ik ben trouwens nog steeds een winner. Dat jullie het even weten. Ik moet even de recordings terugkijken. En dan weet ik of ik hem kan bannen. Dus, be right back. Nou, in ieder geval. Bedankt voor het kijken iedereen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Laat in de comments achter of ik de hacker wel of niet moet bannen. En of die wel of niet een hacker was. Want ik heb daar niet zo heel veel verstand van. Holy shit. Laten we nog even met Game Mode 3 overal doorheen vliegen. Want dat was super leuk aan het begin van de episode. En dan moet ik even... F5, zo ja. F3A, want ik wil alles geladen hebben. Zo, awesome. Dus, ik bedank iedereen voor het kijken. Laat nog een like achter op de video. Zo weet ik dat jullie het leuk vonden. En dan maak ik nog veel meer video's. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.